Het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie gaat het openbaar vervoer reguleren. De eerste stap is vandaag gezet met de installatie van een commissie die onderzoek zal doen naar de werkzaamheden die boot- en bushouders verrichten in opdracht van de overheid. Deze commissie zal het totale openbaar vervoer onder de loep nemen. Het rapport van deze commissie, dat over 3 weken wordt verwacht, zal definitief zijn, zegt minister Jerry Miranda. Volgens de voorlichtingsdienst van OW heeft de lamlegging van het openbaar vervoer door de organisatie van bus- en boothouders in Suriname te maken met achterstallige betalingen. De overheid heeft zich niet gehouden aan een overeenkomst waarbij de boot- en bushouders van de OBS ingaande augustus 2017 een verhoging van 40% moesten krijgen. Er is echter een onderzoek gedaan naar de bussen en boten die dienst doen voor de overheid, zegt minister Miranda. Bij dit onderzoek zijn ongeregeldheden geconstateerd. Het ministerie van OWTNC wil daarom het akkoord herzien, alvorens over te gaan tot uitvoering daarvan.